Beste kijkers en luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. In deze uitzending, IMF-programma aangepast uitvoeren, jongeren Pokkie Grong krijgen positieve prikkels door ontplooiing sportactiviteiten, sport in Brokopondo moet weer bloeien, asfaltering weg Apura naar Washabu aangevangen, moeder Jalea hoopvol gestemd door donatie VP. Om het Surinaamse volk niet te tergen, moet de regering het lopende programma van het Internationale Monetaire Fonds, IMF, aangepast uitvoeren. Met het IMF dient er opnieuw onderhandeld te worden over de hoge eisen die het fonds stelt om Suriname te helpen haar economie weer gezond te maken. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft deze mening gedeeld in een vraaggesprek met TV Trishul op donderdag 8 september 2022. In de nieuwe onderhandeling moet de regering via haar deskundigen afstemmen met het IMF om de maatregelen zodanig door te voeren dat nationale monetaire autoriteiten in staat kunnen zijn om de wisselkoers te monitoren en te controleren in het voordeel van het volk. Wanneer het IMF niet kan meewerken, dan zal de samenwerking desnoods moeten worden opgezegd. De crisis in de wereld, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, was er volgens de VP nog niet toen de regering een overeenkomst sloot met het IMF. IMF-programma kan ik tot zover meegaan wanneer het verteerbaar is voor de gemeenschap, voor de Suriname. Maar wanneer ik nu zie dat het project van IMF gaandeweg de rit, we zien dat het killing is voor deze gemeenschap, dan moeten we ermee kappen. We hebben geen andere keus dat IMF zegt van we moeten daar gaan en we zien dat we niet kunnen gaan. Suriname is niet ready voor. Wat ik hier zie, het IMF-programma, we zijn niet ready voor. Kijk, toen het IMF-programma is gekomen, denk ik, er was nog geen oorlog in Oekraïne, in Rusland, toch? Nu is dat ook bijgekomen. Er is een crisis in de wereld. Dus we kunnen IMF, dan moeten we weer onderhandelen met IMF. We moeten het aanpassen naar ons Surinaams model. En als we akkoord gaan met ons model, dan kunnen we wel gaan. Maar ik kan niet eens zijn dat we de koers gaan duwen naar 30. Brandstof gaat ook naar 30 of zelfs naar 45. Als ik zeg van we moeten naar marktconform gaan, dan gaan we naar 60 bijna. Brandstof, zeg maar wie in Suriname dit gaat kunnen permitteren. En dat gaan we niet doen, onokira gemeenschap. Op woensdag 7 september heeft een delegatie van de SOP een kennismakingsbezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Hem werden de knelpunten waarmee de sportorganisatie te kampen heeft voorgehouden. VP Brunswijk heeft beloofd met een behoorlijk deel in te zullen komen. Mikonja, die SOP, sportorganisatie Pokkie Grong, Minena Linga Sylvian, Mina ondervoorzitter voor de sportorganisatie. En het doel voor nu is dat ik een oppo, een sportbeweging in Pokkie Grong. En het sportsysteem beschrijft in een gebied dat hij. Dus dat is een opening. En het doel voor nu is om een sportproject te maken. Ik ben coördinator voor sportcoördinator voor boven Suriname. Ik taak mij om een sport te kiezen bij de Pebaka. Voor het was zo dat ik beleid dat ik aan de wakabon. We doen samen een bigiman voor Kondre Pokkie Grong Strefi. En we kiezen een koron leeg. En we kiezen een presie ook toe voor kan zit ding onderdeel Sami Karja als sportproject onderdeel. We kiezen een boom breed Sani gebied. We ook zit die als aan DC. Dat bij acht gebied naar een gebied Sabigi. Dat we praten acht gebied naar in die volgedeelte. Resort 1, 2, 3, 4. In een resort die op minimaal 7 dorpen. Ja. En te weten about dat je 60 zoveel dorpen. Ja.
En ik had na 20 laag en een lagere score. De. In Pokigrom heb je 3 score. Je hebt 1 milo score, 1 LBO en een lagere score. Ik breng dit op de eerste visie. Dat VP laat u toe. Dat u door naar een. Ik breng dit op de ook toe. En ik breng dit naar een. Sa uyere fu ensrefi. Sa ateigunu taki akadu jiunu. Ano teigunu tak akadu alasani. Ma ateigunu tak akadu with the hell of. La ustel wel tevreden na nga sa ataki. Het sporten in Pokigrong te boven Suriname wordt nieuw leven ingeblazen door de sportorganisatie Pokigrong SOP. Jalea en haar ouders hebben op dinsdag 6 september samen een bezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Bij het klein meisje werd leukemie ontdekt, waarvoor medische behandeling in Colombia noodzakelijk was. Het gezin is in 2020 ook in aanmerking gekomen voor een donatie van de VP om de medische kosten naar Colombia te kunnen dekken voor kindje Jalea. Het gezin vertoefde anderhalf jaar in Colombia voor medische behandelingen van het meisje. Thans moeten er nog enkele medische behandelingen gepleegd worden die de ouders in Colombia moeten laten doen. De behandeling is nog niet afgerond. Wat is er allemaal aan de gang? Ja, het is al afgerond, maar ze heeft nog de follow-ups. Dus ze heeft nog een beenmergpunctie om te doen. Ze heeft de portakat die weggehaald moet worden. En ja, het is natuurlijk... medische situatie in Suriname ben ik bang zo, ja, om er hier die dingen te laten doen. Dus dan liever alles daar gelijk afronden. Maar waar tegen wordt ze behandeld? Kan je, wil je daarover vertellen? Ze heeft leukemie, bloedkanker. Ja. En tot nu toe, dus als dit gedaan is, kan ze dus, is ze klaar met de behandeling? Ja, dus de laatste beenmergpunctie moet ze doen. Ze is sinds 8 augustus gestopt met chemotabletten. Dus dan had ze, heeft ze een rustperiode. Eind augustus moest ze eigenlijk een beenmergpunctie doen. En aan de hand daarvan zouden ze dan kijken van is het terug of is het niet terug. Als het niet terug is, godzijdank. Rivaldo Finisi, coördinator sport in Brokopondo, wil dat sport in Brokopondo moet bloeien. De coördinator overhandigde op dinsdag 6 september een sportplan aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Finisi verwacht dat de overheid het sportgebeuren in Brokopondo zal ondersteunen. Hij zegt dat er hard wordt gewerkt aan het starten van verschillende sportcompetities. In oktober start de slagbalcompetitie. Ook zijn er voorbereidingen om te komen tot een voetbalcompetitie. De coördinator heeft als droom dat in het district Brokopondo een sportcomplex, inclusief zwembad, dat aan internationale standaarden voldoet, wordt opgericht. Meneer Finisi, ik kan vertellen wat je functie naar Brokopondo. Ja, mijn functie naar coördinator sportzaken Brokopondo. Oké, en staat sportzaken Brokopondo doet allemaal? Dus nu de opstaat aan Rokokba, onderhoud voor de sportvelden. Dus nu wordt dat een slagbalcompetitie 8 oktober. Okay. En dat ik kon AVP overhandig van document, zijn de ene document zou je verwacht voor AVP? Dus een sportplan voor Brokopondo. Dus zou wanneer in Brokopondo, dat is voor sport. Dus bijvoorbeeld mijn sportschool, zwembad. Dus morgen zijn de samen qua Brokopondo, dat is voor sport. Dus paspoort aan mij hoe leveren dat je overal die VIP. Dus alles aan samen qua Brokopondo. Brokopondo is wel sipal wini. Dus wat sport betreft, hoe dat pakken heavy. Dus vandaar, hoe ik moet die, hoe klaar aan plan, hoe jij kunt die VIP, hoe kan maar lukken. Hoe kan er geen lukken zijn, maar kan je qua Brokopondo sipal wini. Oké, en in die tussentijd, de organisatie Edu, voor de regering komen in? Dus nu de aanvraag zouden we doen nu toe
voor materiaal, want materiaal nodig voor ook. Dus amoit zou je meekie toe. Dus we is waar uitdrangen, maar toch kun je meekie amoit voor ook, voor tjade jongeren kon. Dat is maar moro betere fasie, dat de petit egoa scoro, bakate de kumota scoro, ego sport ifo. We hoor de petit fit, abroko pondo. Bedankt Asa, dames en heren, ja. Je ziet dat hier een speciaal day. En VP kon je een aantal lezen, maar met lezen kon je het apprecie. En hier heb ik een initiatief voor een zee schrijven. Een schrijven je doen aan het zijn. Maar als je een van de Italiërs hebt, dan kan je voor los de situatie voor op je hand naar na jaar ik ben op de kamp naar de zand. Binnen niet al te lange tijd zal de weg naar West-Suriname geasfalteerd worden. De motor hierachter is vicepresident Ronnie Brunswijk, die op zondag 4 september 2022 in het dorp Apura officieel het startsein heeft gegeven. Concreet gaat het over het weggedeelte te Apura-Washabu. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met de onderneming Baitali Group. Ontwikkeling van Doro. Ik ben hier voor Doro en een passie om het boom en een voorbeeld hier. Dank je. Wel, veel boom, VP. Want ik ben hier niet, een passie om het mekkie. Ja toch? Maar ik ben hier. If this number comes to death, that for has made me going to go with it, that can't get a book. Man, no, he can start this to break the hill and that I can't. Thank you. And let me take an hour off of the stop, stop, stop. Dance, let me make it a very good fellow land smart. Let me do the apathy or make it. Let me take it. Toerisme en ondernemerschap zullen met deze ontwikkeling een flinke boost krijgen. Voor dorpskapitein Carlos Lewis is dit daarom een vreugdevol moment, gelet op zijn inspanningen voor vooruitgang in het dorp. Binnenkort mag zowel bezoeker als bewoner van West-Suriname zich zoals gewoonlijk verplaatsen, maar dan over een weg zonder opwaaiend stof, gaten en volledig vrij van de eerdere problemen. VP Brunswijk heeft beloofd na ongeveer 6 weken zich weer te voegen in het dorp om de vorderingen te bekijken. Met weer breedte en dankzij VP dat ik idee. De passie ook is een goede passie, ik heb naar Apura. Dit was het voor de aflevering van deze week. Wij komen volgende week bij u terug met een gloednieuwe aflevering van het Weekoverzicht.